worden spannende dagen voor NEC. Morgen beginnen de play-offs met een uitwedstrijd tegen FC Emmen. De ploeg waar NEC het afgelopen seizoen het niet makkelijk tegen had. De selectie ging daarvoor speciaal op trainingskamp en dat heeft de ploeg goed gedaan. Het was fijn om bij elkaar te zijn, het was gewoon goed. Ja, ik moet ook niet te zwaar aan tillen. Alleen het was gewoon prettig om heel even in een andere omgeving te zijn en goed te kunnen trainen zonder... Zonder dat we in diezelfde routines komen natuurlijk. Dus je hebt wat meer tijd met elkaar. En je kunt ook wat andere activiteiten doen met z'n allen. Gewoon, dus dat was gewoon goed. De trainingen zijn gewoon goed. Maar dat was voorheen ook al. Alleen het is gewoon heel scherp. Iedereen is natuurlijk bezig met... play-offs geven een hele andere dimensie aan het spel. Dus ja, iedereen wil heel graag deel uitmaken van. Daar vechten ze voor elke dag. Dus. Doelman Joris Delle moest onlangs plaatsmaken voor reservedoelman Marco van Duin. Leinders is tevreden over zijn aandeel. Hoe doet Van Duin het deze week? Ja, goed. Ja. Ook daarvoor. Hij was al heel belangrijk voor de groep. Hele prettige persoonlijkheid. Heel veel ervaring natuurlijk. Was altijd op de achtergrond heel aanwezig. Wat mensen natuurlijk niet meekrijgen alleen. Ja, het is prettig om een tweede keeper zo te hebben. En op het moment dat je dan een nieuwe start maakt, dan is het ook prettig om hem eerste keeper te kunnen maken. Hij is heel nadrukkelijk in zijn coaching. Hij is scherp. Dus ik denk wat de verdedigers nodig hebben, dat hij je dat kan brengen. Je hebt heel lang gewacht met bepaalde wisselingen. Tot je gewoon vast wil houden aan wat er gebeurde en hoe het stond. Maar nu ga je een nieuwe competitie in. Hè. Dus nu datgene wat ik wilde en wat ik denk wat de groep nodig heeft, dat kunnen we nu doen. Arnoud Groeneveld ontbreekt de aankomende twee wedstrijden. Maar Braken en Langille zijn weer fit. Het is wel nodig ook, want dan heb je in ieder geval meerdere opties om uit te kunnen kiezen voorin. Dus we kunnen gewoon een goede opstelling maken, denk ik. Groeneveld is natuurlijk heel... hij is een beslissende speler, hè? Anders zou hij ook niet zo'n statistiek hebben. Maar de groep heeft denk ik al bewezen dat we heel veel opties hebben ook al. En ja, Ole die steeds beter doet, dus dat is allemaal positief. Ja. Dat we een aantal dingen anders moeten doen. We zijn natuurlijk verder ook, dus we zijn meer gewend aan elkaar. Hè? Dus... je weet beter waar Emme echt goed in is. En ook waar ze juist niet zo goed in zijn. En dat wordt de sleutel van de wedstrijd, hè, om te proberen hun... Ik heb één training van NEC gezien na het trainingskamp op maandag. De rest is besloten. En daar werd heel veel getraind. Dus het lijkt wel dat er een knop is omgezet, ja. De spelers hier gingen de duels veel feller aan. Het zag allemaal wat minder vrijblijvend uit. Ik zag slidings net op het randje. En dat ontbrak eigenlijk de laatste maanden wel. Lijkt een besef te zijn dat dit de laatste kans is. En de groep is ook kleiner geworden. Zijn nu met 18 man. Dat was ook de doelstelling van Leinders om echt opnieuw te beginnen voor deze aparte competitie. Dus we kunnen ook wat veranderingen in de basis verwachten. Mark van Duin is bekend dat hij gaat keepen. En dat Dallas zelfs in overleg, wordt nu gezegd, is hij uit de selectie gezet. Verder kun je misschien nog wel verrassingen verwachten op het middenveld. Bikel is weer in beeld. Dus iedereen heeft ook weer een plek om voor te strijden. En dat zie je terug op de training, denk ik. Van alle ploegen waar NEC tegen gespeeld heeft in de eerste divisie, hebben ze het slechtste resultaat behaald tegen Emmen. Ze hebben maar 1 punt gehaald. Dus er ligt een mooie mogelijkheid om revanche te halen voor NEC. In principe zou je verwachten dat NEC moet winnen. Maar ja, dat heb ik vaker gezegd dit seizoen. En ze verliezen toch rare potjes. Maar ik denk wel dat er een knop om is en dat ze in ieder geval vol voor gaan. Dat de felheid er is en het besef en het realisme ook meer terugkeert in het spel. Dus ik verwacht niet dat ze vol op de aanval zullen gaan spelen. Nou, ik denk dat elke wedstrijd waar de spanning vol op zit leuk is. En dat er bijzondere dingen kunnen gaan gebeuren. Dus een bal die binnenkant paal valt of buitenkant paal kan al het verschil maken. Dus het wordt zeker een leuk potje, denk ik. Donderdagmiddag om 2:30 in de Oude Meerdijk. Horde nummer 1. FC Emmen tegen NEC.